Welkom, we gaan een opdekdeur plaatsen. Voor deze klus heb je het volgende nodig. Stap 1. Voorbereiding. Bekijk voordat je begint eerst of de deur links of rechtsdraaiend is. Ga aan de kant staan waar je de deur naar je toe trekt als je hem opent. Zitten de scharnieren links, dan is het een linksdraaiende deur. Zitten de scharnieren rechts, dan is het een rechtsdraaiende deur. Meet dan de lengte en breedte van de deur op. Je weet nu welk formaat opdekdeur je nodig hebt. Stap 2. Deur afstellen Til vervolgens de oude deur uit het kozijn en bekijk hoe ver de palmellen er ieder ingedraaid zitten. Verwijder ze en draai ze net zo ver in de nieuwe deur. Hang de deur nu in het kozijn en controleer of hij goed opent en sluit. Knelt de deur of past hij niet, stel hem dan af door de paumellen er meer in of uit te draaien. Is de deur te lang door bijvoorbeeld een hoge vloer, dan moet je de deur inkorten. Kijk voor meer informatie hierover op voordemakers.be. Stap 3: Slot plaatsen. Vervolgens plaats je het slot. Bij opdekturen is het gat voor de slotkast al aanwezig. Houd de slotkast tegen de deur op de plek waar hij moet komen. Teken met een potlood af waar de deurklink moet komen. Doe dit ook aan de andere kant. Boor dan met een speedboor van 18 mm een gat. Boor de deur niet helemaal door, maar stop vlak voor het einde. Boor vervolgens terug vanaf de andere kant, zo voorkom je splinters. Verwijder het boorafval uit het gat en plaats de slotkast. Boor eventueel voor en schroef hem vast met twee schroeven. Stap 4. Beslag plaatsen. Nu is het tijd voor het deurbeslag. Houd de schildplaten op hun plaats en zet de deurklinken in de deur. Teken nu de schroefgaten af voor de bouten en boor deze aan beide zijden voor. Schroef de schildplaten nu vast en bevestig de deurklinken. Succes met je klus! Nog even dit. Bij deurklinken is er altijd een mannetje en een vrouwtje. Plaats altijd aan de binnenkant van een ruimte het mannetje. Mocht de klink losraken, kun je hem er opnieuw insteken. Zo voorkom je opgesloten te raken.